En de Vrije Metselarenorganisatie, kort Charity, bestaat vandaag 135 jaar. De vereniging vierde haar jaardag door terug te geven aan de gemeenschap. Er zijn donaties gedaan aan sociale instellingen. Bestuurslid Romeo van Russel zegt dat de organisatie haar taakstelling om te helpen in de Surinaamse gemeenschap zal blijven uitvoeren. De Ancient Order of Collectors, die werd opgericht in een tijd daar in Engeland, waarin er sprake was van grote bestaansonzekerheid onder de bevolking, met name onder de gewone man en vrouw. Een tijd waarin er grote sociale nood heerste. En de burgers van dat land, die hadden geen sociale voorzieningen zoals we die vandaag de dag kennen. Voor zover zij toegang hadden tot medische zorg of andere voorzieningen, dan was dat op basis van hun afkomst, maar niet op basis van het feit dat zij daar aanspraak op maakten. En het is in die omstandigheid dat er een beweging op gang is gekomen die erin heeft geresulteerd dat er verschillende ordes werden opgericht. Van Russel stelt dat ondanks de COVID-19-pandemie het werk van de orde voortgezet moet worden. Dit omdat de organisatie haar bestaansrecht heeft verdiend door te werken voor en met de gemeenschap. Van Russel geeft aan dat door hulp te bieden waar het nodig is, er leven is gegeven aan de vereniging. Het voortbestaan van Koert Charity is volgens het bestuurslid daarom enorm belangrijk.